Brahim Darri kwam vrijdagmiddag in actie tijdens de oefenwedstrijd van NEC tegen Westlandia. Redelijk eenvoudig gewonnen van Westlandia. Wat zegt dat nou? Ja, dat we een goede conditieprik weer achter de rug hebben. We wilden gewoon de bal snel laten gaan en de overwinning is moest wel, snap je? Ja, het moest wel, maar is het ook dat je zegt, nou, overtuigend en een goed spel? Ja, ik denk als je in de eerste helft kijkt, probeer je het een beetje met de jonge spelers die vaak spelen. En 3-0 voor en kon meer zijn. Maar het ging voornamelijk om het veldspel en ik denk dat het goed is gegaan. In combinatie met de training die je al hebt gehad, is het trainingskamp tot nu toe positief voor jullie? Ja, we hebben nu een paar dagen erop zitten en ik zat hier toevallig met Heracles ook, kwam ik de eerste dag achter. Dus het gaat goed. De staf, we zijn met z'n allen heel leuk, dus het gaat goed. Wat wel jonge jongens. Ella Dutti bijvoorbeeld, gaat hij uit de basis spelen? Ja, ik zal het hem wel gunnen. Ik vind het een goede speler. Alleen, ik ga de basis niet uit. Dus ik hoop dat hij speelt, maar niet voor mij in ieder geval. Je zegt ook dat je in de basis blijft. Hoe kijk jij dan terug op jouw seizoen? Want het is natuurlijk met vallen opstaan wel. Nee, ik denk dat ik gewoon matig begon. Dus bijna tot slecht. En daarna heb ik een tijdje niet gespeeld. En daarna speelde ik weer. Ja, heb ik het gewoon goed gedaan voor mijn gevoel. Ik ben niet tevreden over het hele seizoen zelf. Maar gewoon een goed gevoel op het einde. En dat volhouden. En dan hopen dat we met NEC een beetje kunnen stijgen. Je stond Atjebar voorin. Dat is een goede vriend van jou volgens mij. Gaat het al een beetje lekker, die combinaties met jullie? Jawel. We kunnen elkaar wel goed vinden. We spelen al vanaf ons 15e samen. Ook bij Jong Oranje is altijd. Dus nu speelt hij in de spits. En dan staat hij wat dichter bij me. En dan hoop ik dat we elkaar goed kunnen bedienen. Na de wedstrijd tegen de amateurclub was Darri positief over de trainingsweek. Een beetje goede voorbereiding geweest? Jawel, ik denk dat we morgen nog een beetje daar naartoe werken. Een beetje uitwerken en daar naartoe werken. En dan, dat is gewoon een hele mooie wedstrijd. Die spelen Bundesliga. Dus dan kunnen we gewoon echt ons borst nat maken.